In deze video gaan we het hebben over de laatste update van seizoen 2 van chapter 3 en wat we daar dus bij kunnen gaan verwachten. Maar voor het gaan beginnen wil ik eerst even een hele dikke shout-out doen naar Yari. Hij heeft namelijk de Scootin emote gekocht met Sporter Creator Code. Te veel gevraagd, hashtag ad. Dus even een hele dikke shout-out naar jou. Ja, we gaan het dus in deze video hebben over de V19.40 update. Dit is dus hoogstwaarschijnlijk de laatste grote update in Fortnite. En we gaan het er dus nogmaals over hebben over wat we kunnen gaan verwachten bij deze update. Maar laten we beginnen over wanneer is deze update. Dat is namelijk op 1 maart aankomende dinsdag dus, dan zal deze update komen. En ik zal dan ook live zijn, als het goed is, op twitch.tv/teveelgevraagd. Dan gaan we live deze leaks bekijken. Dan gaan we live kijken wat allemaal in de update zit. En geloof me, het gaat een hele interessante worden. Dan, ik zei het net al, het wordt de laatste update hoogstwaarschijnlijk van seizoen 2 van chapter 3. Maar dat betekent niet dat we nog andere content gaan krijgen. Waarschijnlijk zullen we in de weken daarna, er zijn volgens mij nog 3 weken, dan gaan we nog allemaal content updates krijgen. Dan gaan we allerlei verschillende wapens waarschijnlijk nog wel krijgen. Maar die gaan we waarschijnlijk ook geleakt krijgen aankomende dinsdag. Dus daarom is dinsdag heel belangrijk. 1 ding wat gaat komen hoogstwaarschijnlijk zijn event files. We denken namelijk dat er aan het eind van dit seizoen, namelijk op 21 of rond 21 maart, dan zal er een groot Fortnite event komen. En daar gaan we dus de files van zien. Daar gaan waarschijnlijk kleine leaks van komen. Ik ga wel proberen voorzichtig te zijn met de leaks aankomende dinsdag als er grote leaks zijn. Want we willen natuurlijk niet het hele event spoilen. Maar waarschijnlijk zullen veel van die files encrypted zijn. Dus kan ik ze sowieso al niet zien. Maar we gaan waarschijnlijk een event krijgen. En misschien wel iets met een raket of iets met Tilted Towers. Of misschien wel heel iets anders. We hebben natuurlijk op dit moment de earthquakes die rondom de map zijn. En de scheuren die gaan komen in de map en die sinkholes. Er gaat nog heel veel gebeuren de aankomende tijd. Dus we moeten het in de gaten houden. Maar we gaan sowieso meer te weten krijgen over een potentieel event. Dus aan het einde van dit seizoen. Dan het volgende is iets waar ik het even voorzichtig over wil hebben. Er is namelijk iets heel groots gaande in de wereld. Ik ga daar niet te veel over vertellen. Het gaat natuurlijk over Oekraïne tegen Rusland. Die oorlog wat verschrikkelijk is. En ik verwacht een klein beetje dat Fortnite een statement gaat maken. Fortnite houdt wel van statements, dat hebben ze wel vaker gedaan. Voornamelijk als het over hunzelf ging. Maar het zal me niks verbazen als Fortnite een kant gaat kiezen. En in dit geval waarschijnlijk de kant van Oekraïne. En ik verwacht dan, als het gaat gebeuren, dat dat dus bij de V19.40 update gaat komen. En wat voor vorm het gaat zijn, dat weet ik niet. Misschien dat er een soort van charity actie gaat komen om het Rode Kruis bijvoorbeeld te helpen daar, om als er dus mensen gewond raken, dat die dan geholpen kunnen worden. Ik weet het niet, het is allemaal speculatief, maar het zal me niks verbazen als er iets wordt gezegd over dit conflict tussen Oekraïne en Rusland. Dan nog iets, dat is namelijk St. Patrick's Day. Dat valt namelijk op 17 maart, dat is aan het einde van het seizoen. En daar gaan we waarschijnlijk ook leaks over vinden. Misschien wel nieuwe skins, er komen skins terug, misschien wel challenges. Daar gaan we sowieso ook meer over te weten krijgen. Dan nog iets is een samenwerking die ook waarschijnlijk gaat komen. Dat is namelijk The Batman. Die komt volgens mij in mijn hoofd aankomende maandag uit. En het lijkt me logisch dat we iets van een samenwerking gaan krijgen, omdat Batman echt al heel veel samenwerking heeft gehad. En nu komt er een grote film uit, dus het zou logisch zijn als daar nu weer een samenwerking komt. Dan nog iets is weapon balances. Ik heb eigenlijk maar 1 ding opgeschreven. Dat is misschien wel dat de MK7 weer genurfd wordt, want het is en blijft wel een erg sterk wapentje. De rest van de wapens zijn volgens mij best wel balanced. Maar de MK7 vinden sommige mensen nog steeds te sterk. Sommige mensen vinden hem ook weer te slecht, je weet het niet. Maar het kan zomaar zijn dat hij gaat veranderen. Dan nog map changes. Ik verwacht dat er heel veel map changes gaan komen. Dat komt omdat we de vorige keer eigenlijk geen map changes hebben gekregen. Ik heb ook geen map change video kunnen maken, omdat er basically geen map changes dus waren. Maar ik verwacht dat het nu wel zo gaat zijn, want we gaan naar het einde van dit seizoen. Ik heb bijvoorbeeld Tilted Towers opgeschreven. Die kan vernietigd gaan worden door middel van die earthquakes. Dat kunnen we misschien wel verwachten. Of de Devourer, dat grote monster, dat skelet wordt opgegraven. Daar moet ook nog wat gaan gebeuren. Of de raket. Daar kan ook nog wat mee gebeuren. Sterker nog, een aantal uur geleden is er een raket verschenen in de map. Dat jullie het even weten.
Dan het laatste ding wat ik voor jullie heb opgeschreven zijn bugfixes. Die gaan we ook zeker weten krijgen. Het eerste ding is een bug waarbij je je skin niet laat. Dit is een bug die ik heel veel heb gehad. Dan heb je zo'n blauwe skin. Ik denk dat veel van jullie die ook wel eens hebben gezien. Deze bug is vervelend. Ik denk dat die gefixt gaat worden in de volgende update. En hetzelfde geldt voor de bomen die niet laden. Er is een bug waarbij bomen een hele rare texture hebben. Alsof ze niet goed inladen. En dat weet Epic Games. En die gaan daar waarschijnlijk mee aan de slag. En dat zou zomaar kunnen zijn dat dat gefixt is in de V19.40 update. Ja, dit zijn vrijwel alle grote en bijzondere dingen die we kunnen gaan verwachten in de V19.40 update. Ik hoop dat jullie deze video tof vonden. En als je dat vond, drop even die like en abonneer op de veel gevraagd met een belletje aan. Klik op de video die zo meteen nog in beeld komt. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!